5, 4, 3, 2, 1. En c'est parti. Nog 100 dagen en dan gaat het WK wielrennen in Limburg van start. Althans, op donderdag 7 juni was dat zo. De organisatie had 6 Nederlandse oud-wereldkampioenen uitgenodigd om op deze dag het WK-parcours te verkennen. Maar eerst was er tijd voor... Cheers. 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 Na de champagne moesten de oud-wereldkampioenen dan echt aan de bak voor de verkenning van het parcours door de Limburgse heuvels. Jan Jansen, Harm Ottebros, Joop Zoetemelk, Henny Kuiper, Petra de Bruin, Raymond Meijs en Danny Nelissen. Allemaal waren ze ooit wereldkampioen wielrennen. En nog altijd kunnen ze een aardig potje fietsen. De een wat beter dan de ander. Hoe ging het? Niet best. Het is de eerste keer sinds 3 maanden dat ik weer fiets. Dus, ik heb altijd een beetje last van hooikoorts in deze tijd. Dus was zijn heikje piepen, puffen en zweten om omhoog te komen. Ja, dit is voor mij een zacht eitje hoor. Die Bemelberg is natuurlijk, dat voel je amper. Buitenblad. Een paar jaar terug had het misschien een beetje sneller gegaan. Maar nu ik ben boven gekomen, het was met hangen en wurren. Maar het gaat nog. Rabobank is een van de hoofdsponsoren van het WK wielrennen. Vanzelfsprekend zou je haast zeggen. Als grootste partij in het wielrennen in Nederland voelden wij ons niet alleen verplicht, maar ook heel erg aangetrokken tot dit evenement. Wij hebben natuurlijk aan de totale Rabo-organisatie allerlei dingen aangeboden waar ongelooflijk gretig gebruik van wordt gemaakt. Zowel voor leden als voor klanten, als op allerlei andere manieren. Dus wij proberen deze WK op allerlei manieren te benutten. En we hebben natuurlijk een WK voor medewerkers, Rabo-medewerkers. We hebben een ploegentijdrit voor amateurs. Dus we proberen het evenement op allerlei manieren in te zetten om allerlei mensen uit onze achterban erbij te betrekken. Ook de lokale Rabobank is er in september bij. Directeur Mark Kootjans is maar wat trots dat het WK in zijn achtertuin wordt verreden. Ja, heel erg, heel erg. Rabobank is wielrennen in Nederland. En als dan het wereldkampioenschap plaatsvindt in je eigen gebied, dan is dat natuurlijk fantastisch. 9 keer 11 dagen scheiden ons nog van het grote moment hier dat wij de wereldkampioenen mogen huldigen. En ik moest denken vanuit die bus. Achter onze kanjers aan, achter onze idioten. Kun je ze nog wel een beetje bijhouden, die andere oud-wereldkampioenen? Nee, Joop en vooral Jan en ook Harm, die trainen nog redelijk veel. En wielrennen is gewoon sport, dat moet je doen, dan moet je trainen. En als je dat niet doet, dan stel je gewoon helemaal niks voor zoals ik nu. Dus, Ik zit net tegen Benny Nelissen. Tegen die Kouberg op, daar even vroeger met Buitenblad omhoog. Maar dat is over natuurlijk. Komt ook door de jaren heen, maar ik fiets nog vrij regelmatig. Nou wel. Ik hoorde dat u een van de snelste was. Nee, een van de minder snelste. Dat hoeft niet meer nu. Maakt dus niet veel uit dat je veel jonger bent dan Jan Jansen of Joop Zoetemelk. Nee, je bent gewoon net een lulletje, echt waar. Dat stelt ik helemaal niks voor wat ik daarna gedaan heb.